Goeiedag allemaal. Jullie reacties op de eerdere filmpjes waren echt super, echt heel erg leuk om terug te lezen. En ook dat jullie er fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. En dat maakt mij des te gemotiveerder om voor jullie filmpjes te blijven maken. Dus hartstikke dank, bedankt ervoor. En we gaan nu gewoon lekker beginnen. Ik hoop dat nog steeds alles goed met jullie gaat. We beginnen weer, zoals altijd, met de schouders. Steeds alles goed met jullie gaat. En kom dan weer rustig terug naar het midden en cirkel met je hoofd. Dan doen we ook de andere kant op. En kom dan weer rustig terug naar het midden. Kom dan goed op je voeten staan. En dan beginnen we weer met het aanspannen van de bekkenbodem. Je navel naar je rug toe te trekken. Je staartbeen naar beneden. Maak je rug recht en denkbeeldig touwtje van je kruin naar het plafond. En je haalt adem vanuit je vlak. In door je neus. Uit door je mond. Adem diep in door je neus. En blaas weer uit door je mond. Adem dan weer in op een uitademing. Breng je beide armen omhoog. Adem dan weer in op een uitademing. Kom je nu naar links. Adem weer terug in naar het midden. En op een uitademing kom je naar rechts. Adem dan weer diep in naar het midden. En als je uitademt, rol je rustig richting je tenen. Nog steeds je navel naar je rug toegetrokken. Hou even vast hier beneden. Dan voel je de stretching achterin bij je benen. Adem dan weer in op een uitademing. Rol je weer rustig, wervel voor wervel, omhoog. En neem dan je beide armen weer rustig mee. Adem in en op een uitademing breng je beide armen op schouderbreedte. Duimen blijven omhoog wijzen. Zet dan je voeten een klein stukje uit elkaar. Je tenen mag je naar buiten laten wijzen. En dan adem je in en op een uitademing breng je linkerarm naar rechts. En maak je een cirkel. Breng dan je beide armen weer op schouderbreedte. Breng dan je rechterarm naar links. En maak weer een grote cirkel. Breng dan je beide armen weer terug op schouderbreedte. Breng je linkerarm weer naar rechts. Cirkel rond. En kom weer omhoog. Breng je beide armen op schouderbreedte. Breng dan je rechterarm naar links. En cirkel nog een keer rond. Heel goed. Adem dan weer in op een uitademing. Zet je voeten weer bij elkaar. Adem weer in op een uitademing. Rol je nog een keer richting je tenen. Nog steeds is je navel naar je rug toegetrokken. Hou je adem vanuit je flanken. Adem dan weer in op een uitademing. Rol je weer rustig omhoog. Neem je beide armen mee. Adem in op een uitademing. Laat je armen langs je lichaam zakken. Dan mag je op de mat komen liggen, op je rug. Rol rustig af. En terwijl je hier nu op de mat ligt, met je voeten op de mat, ga je weer opnieuw je bekkenbodemspier aanspannen, je navel naar je rug te trekken. Pak je flankademhaling weer op, in door je neus, uit door je mond. Breng dan weer je beide armen omhoog, richting het plafond. En je duimen wijzen richting je gezicht. La
Laat goed je schouders in de mat wegzakken. Adem maar vanuit je flanken. En je voelt hoe bij elke in- en uitademing je heupen, je rug, je schouders in de mat wegzakken. En voel je dat je rug nog een beetje hol is. Trek dan iets meer je bekkenbodemspier aan. Als het ware alsof dat je op je bed ligt om een veel te strakke spijkerbroek dicht te ritsen. Je navel is naar je rug toe getrokken en je haalt adem vanuit je flank. Adem dan weer en op een uitademing breng je beide armen naar achteren. Hou zo'n klein stukje van de mat omhoog. En dan adem je in en op een uitademing breng je armen omhoog en door langs je lichaam. Neem je schouders mee omhoog. Breng je armen langs je lichaam. Adem weer in. Breng je beide armen weer omhoog. Laat je schouders weer naar de mat zakken. Adem in en op een uitademing. Kom je weer. Laai je langs je lichaam met je armen. Adem weer in, omhoog. Adem uit. Adem weer terug in. En je armen weer omhoog. Breng je armen weer achter je. Hou zo'n stukje boven de mat. Adem weer in op een uitademing. Breng je armen weer langs je lichaam. Hou je kin richting je borstkas. Hou je ogen op je knieën gericht. Hou vol. Blijf rustig doorademen vanuit je flanken. In door je neus. En weer uit door je mond. En blijf rustig verder gaan met de oefening. Hou je ogen op je knieën nogmaals gericht. Hou je kin richting je borstkas. Hou je bekkenbodemspier aangespannen. Je navel naar je rug toe getrokken. En breng dan nu je armen weer terug omhoog naar het plafond. Laat je armen langs je lichaam zakken. Controleer of dat je bekkenbouwspieren goed aangespannen is, je navel naar je rug toegetrokken. Laat dan je beide handen achter je hoofd. Lift dan je rechterknie op in tafel. Hou je knie boven je heup en hou je onderbeen in het verlengde van je knie. Plaats dan je andere been erbij. Hou spanning op je buik. Hou je rug goed aan de mat. En dan adem je in en op een uitademing strek je je rechterbeen schuin naar voren uit. Adem dan weer in, trek je knie in en op een uitademing strek je je linkerbeen uit. Adem weer terug in. Adem uit, wissel van been. Als je wil, als je het voor jezelf met twee wil verzwaren, kom dan met je schouders van de mat omhoog. Hou je kin richting je borstkas. Blijf rustig doorademen vanuit je flanken, in door je neus, uit door je mond. Blijf rustig doorademen. Houd vol. Het is zo ideaal dat je het nu op je eigen tijd kan doen. Oké, allebei de kanten. Nog één keer. Oké, kom dan weer rustig met je schouders terug naar de mat. Zet je voeten één voor één weer rustig terug op de mat. En dan je armen weer langs je lichaam. Maak jezelf helemaal lang. Ontspan even. Adem diep in door je neus. Blaas weer uit door je mond. En nog een keer adem diep in door je neus.
En blaas weer uit door je mond. Next dan in je beide voeten. Span je buik aan, trek je navel naar je rug. Adem dan nu in met een uitademing. Rol je jezelf omhoog en richting je tenen. Eerste keer zal het even opwarmen. Kom dan met een rechte rug. Breng je beide armen omhoog. En rol dan weer met een ronde rug rustig af naar de mat. Lukt het je nog niet om in één keer zo omhoog te komen? Als je dan omhoog wil komen, trek dan één knie naar je toe. En rol jezelf dan door naar voren naar je tenen. Als dat ook nog lastig is, kom je met een rechte rug en rol je tot halverwege af naar de mat. Adem je weer in en op een uitademing rol je weer naar je tenen. En anders breng je armen schuin omhoog, rol je met een ronde rug af naar de mat. Adem je in en op een uitademing rol je naar je tenen. Maak je rug weer recht. Breng je beide armen schuin omhoog. Maak je rug rond. En rol je weer af naar de mat. Oké, ga door. Adem in, adem uit. Maak je rug weer recht. Breng je beide armen schuin omhoog. En rol weer met een ronde rug. Af naar de mat. Doe het nog twee keer. Adem in. Adem uit. Maak je rug recht. En anders rol je tot halverwege. Adem je weer in en op een uitademing rol je naar je tenen. Maak je rug weer recht. En je armen schuin omhoog. Rol tot halverwege. Kom dan weer terug. Of je rolt door. En als je omhoog wil komen, trek je één knie naar je toe. En rol jezelf naar voren. Oké, heel goed gedaan. Blijf dan zitten op je mat. Breng je benen wat weinig gespreid. Hou je voeten geflext. Kom goed op je twee zitpotjes zitten. Maak je rug zo recht mogelijk. Span weer je bekkenbodemspieren aan, trek je navel naar je rug. Hou adem vanuit je flanken. En breng dan je beide armen omhoog. Adem je in en op een uitademing. Draai je een klein stukje naar links in. En laat je jezelf zijwaarts naar je linkerbeen zakken. Adem je weer in en op een uitademing kom je weer omhoog. Adem in en op een uitademing draai je nu naar rechts. En kom je bij je rechterbeen naar beneden. Hou je voeten geflext. Adem weer in en op een uitademing kom je weer omhoog. Doen we allebei de kansen nog één keer. Adem in en op een uitademing kom je weer omhoog. Adem in en op een uitademing draai je naar rechts. Dan kom je ook bij je rechterbeen naar beneden. Adem dan weer in en op een uitademing kom je weer omhoog. Adem in en op een uitademing kom je nu naar voren. Veer lichtjes heen en weer. En misschien na al dat binnenzitten of toch beperkt in je bewegingsvrijheid, voel je de spieren hier allemaal aanspannen. Goed rekken en strekken. Als je diep inademt door je neus en weer uitademt door je mond, kijk dan of je nog een klein stukje verder naar voren kan komen. En ja, oei. Ik voel het ook. Oké. Adem dan weer in. Op een uitademing kom je weer rustig terug. Mag je beide benen weer sluiten. Adem je in. Op een uitademing breng je beide armen weer omhoog. Hou je voeten nog geflext.
Adem dan weer in. En op een uitademing kom je nu weer naar voren naar je tenen. Hou ze even vast. Het is altijd een richting, hè. Dus als je je tenen niet haalt, ga dan tot zover je wel kan. En veer lichtjes heen en weer. Je probeert gewoon vandaag een stukje beter te worden dan wat je gisteren was. Elke keer opnieuw. En iedereen is altijd eigenaar van iets. De een kan de ene oefening wel beter dan de ander. En dan mag je je benen weer spreiden. Breng je beide armen weer op schouderbreedte. Nog steeds zit je op je twee zitpotjes. Dus je bekkenbodem is weer aangespannen, je navel naar je rug te getrokken. En dan adem je in en op een uitademing. Breng je je linkerhand langs je rechter kleine teen. Ik zet natuurlijk een spiegelbeeld voor jullie. Adem je weer in en op een uitademing kom je weer terug. Adem in en op een uitademing. Breng je nu je rechterhand langs je linker kleine teen. Hou je voeten weer geflext en voel die stretch achter in je benen. Adem weer in op een uitademing. Breng je beide armen weer op schouderbreedte. Adem in en op een uitademing. Breng je dan weer je linkerhand langs je rechter kleine teen. Adem weer in en op een uitademing. Kom je weer rustig terug. De laatste wissel. Adem weer in en op een uitademing. Kom je weer rustig terug. Mag je je armen weer bij elkaar brengen. Je benen weer sluiten. Breng dan je beide armen weer omhoog. Kom nog een keer naar voren. Voor zover als dat het voor jou gaat. Hè? Misschien kom je wel bij je schenen of je enkels. Kijk of je je tenen kan halen. Ook weer lichtjes op je nek. Dan kom dan weer rustig terug omhoog. En rol dan weer af naar je mat. Oké. Zorg even dat alles weer goed zit. Als je tussendoor behoefte hebt aan een slokje drinken, pak dat dan gerust. En pak daarna weer verder de les op. Oké. Zorg weer dat je goed je bekkenbouwspier aangespannen hebt, je navel naar je rug toe getrokken. Weer ademhaalt vanuit je flanken, in door je neus, uit door je mond. En je zorgt dat je rug goed aan de mat ligt. Oké, adem dan nu weer in. Op een uitademing breng je nu je rechterbeen in tafel. En dan adem je in. Op een uitademing strek je dan de been omhoog naar het plafond. Hou je voeten gepoint. En dan adem je in. Op een uitademing cirkel je been. En dan stop je. En dan cirkel je weer terug. En dan stop je weer. Je cirkelt heen, je stopt en je cirkelt weer terug. En je stopt en weer heen. En stop en weer terug. En stop, cirkel weer heen. En stop, cirkel weer terug. En stop. Doe nog één keer allebei de kanten, cirkel heen. Je stopt, cirkel terug. En je stopt. Trek dan je rechterknie weer in de tafel. Zet je voet weer aan de mat. Lift dan nu je linkerknie op in tafel. Nog steeds is je bekkenbodemspier aangespannen. Je navel naar je rug toe getrokken. Hou je adem vanuit je flanken. Adem je in en op een uitademing strek je nu je linkerbeen omhoog naar het plafond. Adem dan nu in en op een uitademing cirkel je je been rond. En je stopt. En cirkel dan weer terug. En je stopt. Cirkel heen. Je stopt. Cirkel terug. En je stopt. En nog een keer heen. En stop. En cirkel weer terug. En stop. Nog een keer heen. En stop. En cirkel nog een keer terug. En stop. Doe nog één keer allebei de kanten. Cirkel heen. En stop. Cirkel terug. En stop.
Trek dan weer je linkerknie in de tafel. Zet dan je voeten terug op de mat. Trek je beide knieën naar je toe, sla je armen eromheen. En cirkel met je rug over de mat. En dat doen we ook de andere kant erop. En dan kom je weer rustig terug naar het midden. Rol jezelf naar voren. En kom dan op handen en voeten. Zorg dat je de handen goed onder je schouders hebt staan. Je knieën onder je heupen. Dan mag je je rug hol maken. Zeg altijd maar als een blij hondje. Oké. Ga je inademen. Ga je bekkenbodemspier aanspannen. Je navel naar je rug toe trekken. En maak je rug hol. Kijk je naar de benen achter je. Adem je uit. Maak je rug weer hol. Kijk je naar voren. Adem dan weer in. Dus van je bekkenbodemspier uit. Zet je navel naar je rug. Maak je rug een beetje bol. Kijk naar de benen achter je. Adem dan weer uit. Maak je rug hol. En nog een keer adem in. Span aan. Zet je navel naar je rug. Kijk naar de benen achter je. Adem uit. Maak je rug weer hol. Oké, kom dan door naar Child's Pose. Dan mag je knieën wat wijder gespreid op de mat neerleggen. Zodat je je lichaam tussen je beide knieën door kan laten zakken. En dan adem je weer diep in door je neus. En blaas je weer uit door je mond. En als je dan nu diep inademt door je neus, laat dan je buik vol lopen met lucht. En als je uitademt, laat je je buik weer rustig liggen. Adem diep in door je neus. En blaas weer uit. Doe je mond. Kom dan weer rustig omhoog. Op handen en knieën. Zorg dat er een vuistbreedte tussen je beide knieën is. Je begint weer vanuit een holle rug. Je ademt in, je spant je bekkenbodemspier aan, je trekt je navel naar je rug en nu maak je je rug recht. Oké. Dan adem je in en op een uitademing strek je je linkerbeen naar achter. Corrigeer, zodat je heupen naast elkaar zijn, je navel naar je rug toegetrokken is en breng dan je rechterarm naar voren, langs je oren met je duim omhoog. Adem dan weer in, zet je hand en je knieën terug en op een uitademing wissel je van arm en been. Tegengesteld, hè? Dus rechterbeen, linkerarm, rechterbeen. En zo wissel je continu om en blijf jezelf corrigeren. Onthoud wat dat deed. Zorg dat je heupen naast elkaar zijn. Je kan eventueel je voet naar binnen draaien. Corrigeer je rug omhoog. Adem dan weer in. Adem uit. Blijf je jezelf voelen. Hoe was het ook alweer? In door je neus. Uit door je mond. Oké. Gewoon even lekker hoor, ook al zijn jullie er niet bij. Allebei de kanten, nog één keer. Oké, kom dan weer rustig terug in Child's Pose. Hou nu weer diep in door je neus, laat je je buik volstaan met lucht. En als je uitademt, laat je je buik weer rustig liggen. Adem diep in door je neus. Laat je buik volstromen met lucht. Als je uitademt, laat je je buik weer rustig leeglopen. Doe het nog één keer. Adem diep in door je neus. En blijf.
kom dan op je linkerzij. Zorg dat je heupen en je schouders goed boven elkaar liggen. Je bekkenbodemspier weer aangespannen is, je navel naar je rug toegetrokken. Je rolling onderin je zij actief is. En als je wil, mag je je bovenste arm omhoog brengen. Hou je arm in het verlengde van je schouders en laat je duim naar je hoofd toe wijzen. Als je de afstand te hoog vindt en je nek recht wil houden, kun je deze wel even een kussentje onder neerleggen. Als je je arm erbij te zwaar vindt of te wiebelig bent, zet dan je hand in je zij of plaats je hand voor. Oké, terwijl je dus zo ligt, blijf je arm controleren of die niet alle kanten op ziet. Adem je in en op een uitademing, lift je je bovenste been gepoint op. Flex je voet en breng je been weer terug. Adem uit, pooit op en flex je terug. Pooit op en flex je terug. Pooit op, flex je terug. Laatste twee, pooit op, flex terug. Pooit op en flex je terug. Mag je armen laten zakken? Zet je hand in je zij. Je mag gewoon met je arm gestrekt blijven liggen. Je hoofd op blijven rusten. En lift dan nu op een uitademing je bovenste been met gepointe voet omhoog. En weer rustig terug. Alleen je bovenste been gaat gepoint omhoog. En ook gepoint weer terug. Doe het nog twee keer. Omhoog. En weer terug. Hoofd alleen maar op heupbreedte omhoog, hè? Want als je nu je bovenste been gepoint omhoog brengt, hou dan vast en breng dan je onderste been erbij. En breng ze dan om en om weer terug. Dus lift je bovenste been op heuphoogte omhoog. Hou vast, breng dan je onderste been erbij en breng om en om weer rustig terug naar de mat. Dus om en om op. En om en om weer terug. Nog twee keer. Om en om op. Om en om weer terug. Denk aan je rolling, hè. Hou die actief. Hou je bekkenbodemspier aangespannen. En de laatste. Oké. Controleer eventjes nog of je nog goed ligt. Je bekkenbodemspier nog aangespannen, je navel naar je rug. Is je rolling nog steeds actief? Dan gaan we verder. Je mag eventueel je hand in je zij houden of voor je neerzetten. Je ademt in en op een uitademing lift je nu je bovenste been op, je onderste been erbij en breng ze dan nu samen terug. Dus je gaat om en om op en samen weer terug. Om en om op, samen weer terug. Nog één keer, om en om op. En samen weer terug. Oké. Daar komt ie. Je ademt nu in. En op een uitademing lift je twee benen omhoog. En weer terug. Adem in. Adem uit. Twee benen omhoog. En weer terug. Doe nog twee keer. Adem in. Adem uit. Laatste keer, hou je bekkenbodemspier aangespannen, je navel naar je rug, adem in en op een uitadem. Lift je twee benen omhoog. Heel goed gedaan. Je mag je beide knieën optrekken, je beide armen naar voren leggen. En maak dan een grote cirkel met je bovenste arm bovenlangs om jezelf heen. Doe drie keer. En de laatste. Oké. Dan adem je in en op een inademing trek je met je bovenste hand over je onderste arm, over je borstkas. Adem je uit, leg je arm achter je neer. Kijk met je hand mee
rechterarm omhoog naar het plafond. Adem je weer in en op een uitademing breng je je arm door naar voren. Doe het nog een keer. Adem in. Strijk met je bovenste hand over je onderste arm, over je borstkas. Adem uit. Leg je arm achter je neer. Adem weer in op een uitademing, breng je arm omhoog. Adem weer in en op een uitademing breng je arm naar voren. Doe nog één laatste keer. Adem in. Over je borstkas. Adem uit. Leg je arm achter je neer. Adem weer in en op een uitademing breng je arm omhoog. Adem weer in en op een uitademing. Ga je arm door naar voren. Oké, komt ie. Kom zijwaarts omhoog. En breng dan gelijk je rechterarm, of sorry, je linkerarm, want we lagen op onze linkerzij. Je linkerarm gaat over jezelf heen, via lichtjes heen. Doe het rustig en met beleid. En wissel dan om. Zet je hand op de mat en breng dan je arm de andere kant op. Via lichtjes heen en weer. Gaat hij goed daar aan de andere kant van het schermpje? En wissel nog een keer om. En wat ik nou zo leuk zou vinden, is als jullie misschien ook een filmpje of een foto kunnen maken terwijl jullie bezig zijn met deze les. Jullie zitten toch als het goed is met z'n allen bij elkaar in huis. Of misschien ben je wel alleen. Kijk hoe je het kan organiseren dat je bezig bent. Met de les. Zou ik heel erg leuk vinden. Oké, kom dan weer rustig terug. Breng je voeten naar de andere kant. En kom dan nu op je rechterzij liggen. Oké. Zorg dan weer dat je heupen en je schouders boven elkaar liggen. Je bekkenbodemspier aangespannen is, je navel naar je rug toe getrokken. Je holling weer actief is, dat je hand onderdoor kan. En dan breng je weer optioneel je bovenste arm in het verlengde van je schouder. Je duim richting je hoofd. En dan adem je in. Op een uitademing lift je je bovenste been gepoort op. Flex je voeten, breng je been weer terug naar beneden. Point op. En flex weer terug. Point op. En flex weer terug. Point op. En flex weer terug. Laatste twee. Point op. Flex weer terug. En nog een keer. Point op. En flex weer terug. Oké. Mag je je hand weer laten zakken naar je zij of voor je. Blijf jezelf controleren. Liggen mijn heupen en mijn schouders boven elkaar. Is mijn bekkenbovenspier aangespannen, mijn navel naar mijn rug en is mijn holling actief. Dan adem je in en op een uitademing lift je je bovenste been op heuphoogte met gepointe voet omhoog. Op een uitademing weer terug. Adem in, adem uit. Sorry, adem in, breng je been weer terug. En weer op. En weer terug. Laatste keer, breng je been omhoog, hou hem dan vast. En lift dan je onderste been erbij. Breng ze dan om en om weer rustig terug naar de mat. Point op. Onderste been erbij. Om en om weer terug. En weer op. En weer terug. Om en om. Gaan om en om op. En ook om en om weer terug. Oké, laatste keer. Breng je been omhoog. Onderste been erbij. Om en om ga je weer terug. Oké. Gaan we door naar de volgende. Lift je bovenste been op. Onderste been erbij. En dan gaan ze samen weer terug naar de mat. Om en om op. En samen weer terug. Om en om op. Samen weer terug. Laatste keer. Om en om op. En samen weer terug. Oké, controleer nog steeds op je voet ligt. Je bekkenbodemspier aangespannen is, je navel naar je rug. Je nog steeds ademhaalt vanuit je flanken en je holling. Is die nog actief? Of is die inmiddels in elkaar gezakt?
Blijf jezelf controleren. Adem in en op een uitademing liften de twee benen omhoog. En weer terug. En nog een keer omhoog. En weer terug. Je ademt in en op een uitademing breng je twee benen omhoog. En weer rustig terug. Laatste keer alweer. Adem in. Adem uit. En weer rustig terug. Heel goed gedaan. Dan mag je je beide knieën weer optrekken. Je beide armen naar voren neerleggen. En dan maak je een grote cirkel bovenlangs met je bovenste arm om jezelf heen. Zorg dat je een beetje ruimte hebt. Nog één laatste keer. Oké, adem je in. Strijk je met je bovenste hand over je onderste arm. Over je borstkas leg je arm achter je neer. En dan adem je in en op een uitademing breng je je arm omhoog. Adem in en op een uitademing kom je weer naar voren. Adem in, strijk met je hand over je onderste arm, over je borstkas. Adem uit, leg je arm achter je neer. Adem in en op een uitademing breng je je arm omhoog. Adem in en op een uitademing breng je je arm weer naar voren. Laatste keer, adem in. Adem uit, leg je arm achter je neer. Adem in en op een uitademing breng je arm omhoog. Adem in en op een uitademing breng je arm weer terug naar voren. Breng jezelf dan zijwaarts omhoog. En breng dan nu je rechterarm over jezelf heen. Voel je die stretch hier in je zij. Of misschien wel juist aan de andere kant. Of misschien aan beide kanten. Weer lichtjes heen en weer. En wissel. Zet je hand op de mat. En wissel weer om. En nog een keer wissel. Kom dan weer rustig terug. En dan mag je even een slokje drinken nemen. Dat ook heel even doen. En dan mag je liggen. Ik hoop dat het nog steeds in beeld blijft. Ja, zo te zien wel. Nog een klein stukje naar achteren gaan. Oké. Je mag je beide armen op elkaar laten rusten. Als je nu op je buik ligt, ga je ook weer je bekkenbodemspier aanspannen. Je navel naar je rug toe trekken. En weer ademhalen. Vanuit je flank. Hou je neus op de mat gericht. Zo hou je je nek lang. Oké, adem je in en op een uitademing. Kom je nu met je romp een klein stukje van de mat omhoog. Adem weer in en op een uitademing. Kom je weer rustig terug. En denk eraan, hè. Je bilspieren heb je niet nodig. Alleen de zijkant hier. Maar ga niet in je binnen knijpen. Je komt alleen met je romp, dus vanaf hier kom je een klein stukje van de mat omhoog. Adem je in en op een uitademing kom je weer van de mat omhoog. En weer rustig terug. Er was een trucje voor, hè? Je tenen naar binnen neerleggen, je hielen naar buiten. Zoals ik dat hier nu doe, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Doe hem nog twee keer. Adem in. Adem uit. En weer rustig terug. Laatste keer, adem in. Adem uit. En weer rustig terug. Oké, maak jezelf dan lang op je matje. Controleer dat je nog goed ligt. Is je bekkenbodemspier aangespannen? Je navel naar je rug toe getrokken.
En voor de volgende oefening blijf je weer zoveel mogelijk richting je mat kijken. Zodat je je nek steeds lang blijft houden en je duimen wijzen omhoog. Nu mag je je bilspieren weer wel gebruiken. Adem je in en op een uitademing lift je je linkerbeen en je rechterarm omhoog. En dan kom je weer rustig terug. Adem in, adem uit, wissel van arm en been. En weer rustig terug. Blijf je bekkenbodemspier aanspannen, blijf je navel naar je rug toe trekken. En blijf ademhalen vanuit je flanken. Terwijl je je linkerarm en je rechterbeen omhoog brengt. En weer rustig terug. En blijf rustig doorademen. In door je neus. En weer uit door je mond. En kijk wat voor jezelf haalbaar is, hè? Als het voor jou dit is het goed. Heb je last van je schouders? Lift dan alleen je been omhoog. En doe wat je kan. Oké, kom dan weer rustig terug. Plaats je beide handen onder je schouders. Blijf jezelf controleren. Is je bekkenbodemspier aangespannen? Je navel naar je rug toe getrokken. Hou je adem vanuit je flanken. Breng dan je schouderbladen lichtjes naar elkaar toe. Dus ze zijn niet hier omhoog getrokken. Je ellebogen zijn niet naar buiten. Maar je ellebogen zijn langs je lichaam. Je schouderbladen lichtjes naar elkaar toe. En dan adem je in en op een uitademing. Duw jezelf een klein stukje omhoog. Je heupen blijven aan de mat. En je blijft met je neus richting de mat kijken. Dus ga niet naar voren kijken, maar hou je hoofd schuin naar voren. En duw je schouders. Niet hoog hier bij je oren, maar juist richting je kontzakken. Adem je weer in en op een uitademing. Kom je weer rustig terug. Doe het 4 keer in totaal. Adem in en op een uitademing. Kom je weer rustig omhoog. Duw je schouders naar beneden. En weer rustig terug. Adem weer in, adem uit. En weer rustig terug. Laatste keer alweer, adem in, adem uit. Als je lange armen hebt, hou ze nog iets gebogen. En weer rustig terug. Oké, adem dan nu in. En op een uitademing duw jezelf omhoog. En kom weer in child's pose. Adem diep in door je neus, laat je buik weer volstromen met lucht. En als je uitademt door je mond, laat je buik weer rustig leeglopen. Adem diep in door je neus. En blaas weer uit door je mond. Nog 1 keer. Adem diep in door je neus. En blaas weer uit. Door je mond. Dan mag je rustig omhoog komen, weer terug. Op handen en knieën. En zoals ik het altijd noem, dan gaan we even een potje twisten. Op de mat. Kom op handen en knieën. Zet je rechtervoet voor. Plaats je beide handen aan de binnenkant. Breng dan je linkerbeen naar achter. Zo even draaien. Dus het ziet er zo uit. En veer dan lichtjes heen en weer. Oké. Zo even mijn mat draaien, anders dan glij ik weg. Je hebt die prachtige mooie gladde vloer. Oké, dus je hebt je rechtervoet voor en je beide handen aan de binnenkant, je linkerbeen naar achter. En vanuit hier ga je dus je linkervoet in de mat krullen
en duw jezelf omhoog. Klaar voor de start. En dan breng je je rechterarm omhoog, richting het plafond. Kijk naar je hand omhoog. Hou even zo vast. Adem je in op een uitademing. Kom je rustig weer terug. Zet je je knieën aan de mat. Plaats dan nu je rechter enkel voor je linker knie. En duw dan je linkerbeen naar achter. En dan mag je naar de mat komen. Kijk voor jezelf ook weer hoe ver je kan komen. Misschien kun je wel plat op de mat liggen. Of misschien blijf je liever iets hoger. Kijk wat voor jezelf meer haalbaar is. Dan kom je weer rustig terug omhoog. En dan klem je je voet en je knie tegen elkaar aan. Oké. Zorg ook weer dat je nu je bekkenbodemspier aangespannen hebt, je navel naar je rug toegetrokken hebt en je rug recht. En ademhaalt vanuit je vlak. En dan adem je in. Op een uitademing breng je je beide armen omhoog. Adem je in. Op een uitademing breng je je beide armen op schouderbreedte. En jullie weten het. Als je wil, als het lukt, mag je nu, zonder om te vallen, je linker onderbeen van de mat omhoog brengen. En laat niet de kramp erin schieten. Hou je voet ontspannen. Gebruik je buikspieren. Oké, supergoed. Kom dan weer rustig terug. Ga door met het andere been. Zet je linkervoet voor. Plaats je beide handen aan de binnenkant. Strek je rechterbeen naar achteren. Veer je lichtjes op en neer. Kruil dan de voet van je rechterbeen in de mat. Duw jezelf omhoog. Breng nu je linkerarm omhoog naar het plafond. En kijk naar je hand omhoog. Hou vast. Blijf rustig doorademhalen. En kom dan weer terug naar de mat. Zet je knieën weer op de mat. Plaats dan nu je linker enkel voor je rechterknie. En duw dan je rechterbeen naar achter. Wat ik net vergeten ben te vertellen is, als je last hebt van je knie. En je vindt deze oefening dus lastig om te doen. Ga dan op je rug liggen. En plaats dan je rechter enkel op je linkerknie. Trek je linkerbeen omhoog. Pak die met beide handen vast. En veer dan lichtjes heen en weer. Op deze manier kun je deze oefening zo doen. En dat doe je dan of afgewisseld om en om. Met je linkerbeen en je rechterbeen. Maar we waren hier. En we gingen dus linker enkel voor je rechterknie neerleggen. Je rechterbeen naar achter duwen. Je kijkt dan weer hoe ver je kunt komen. En ook nu blijf je weer rustig doorademhalen in door je neus. En weer uit door je mond. Weer rustig terug omhoog komen. Klem je weer je voet en je knie tegen elkaar aan. Zorg je weer dat je bekkenbodemspier aangespannen is, je navel naar je rug toegetrokken. Je weer ademhaalt vanuit je flanken. En dan adem je in en op een uitademing breng je je beide armen omhoog. Adem dan weer in en op een uitademing breng je beide armen op spieren. En dan mag je weer je rechter onderbeen omhoog liften van de mat.
te krijgen zonder om te vallen. Blijf rustig doorademhalen in door je neus, uit door je mond. En je ziet het, bij mij gaat de ene kant beter dan de andere kant. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2. En laat weer rustig zakken en je armen weer langs je lichaam. En kom dan op je knieën. Ik ga zo het filmpje stopzetten. Dan ga ik even een ander sfeertje creëren. En dan ga ik de ontspanningsoefening even apart opnemen. Zodat je die eventueel ook apart kan beluisteren. En niet eerst deze hele film door te scrollen. Dus neem even wat te drinken. Ga lekker comfortabel liggen. Misschien even met een dekentje over je heen. Maak het jezelf zo griefelijk mogelijk. En dan kun je zo meteen de ontspanning volgen in een ander filmpje.